Dan gaan we kijken naar de paren. Ik verklapte dus al voor de reclame dat het een Russisch onderrondje wordt. Maar nog wel een interessante, want vooral tussen Bazarova en Larionov hier in beeld. En Stobbe van Klimov, die zijn zeer aan elkaar gewaagd. Zij werden tweede op de Russische kampioenschappen. Nu krijgen ze weer een kans om als tweede Russische paar naar de Olympische Spelen te gaan. Blijven dicht bij huis in hun muziekkeuze. Polonaise dansen. Openen met een drievoudige toloop, die van haar was niet helemaal rond. Dubbel aksel. En nog een dubbel aksel. Zij overdraait hem een beetje. Solo-elementen dus aan het begin van de kuur gedaan. Geworpen sprong. Het is de geworpen drievoudige flip. Keurig. Voorwaarts, binnenwaarts, de dode spiraal. Wisseling van hand. Combinatie pirouette naast elkaar. Moeten ze volledig synchroon doen. En dat gaat goed. Drievoudige twistlift. De eerste lift boven het hoofd. Reverse lasso. Geworpen drievoudige Rietberger. Vera Bazarova en Yuri Larionov voor Rusland. Een van de top drie Russische paren dus.
En aan het eind was de futter een beetje uit. Ze hadden een paar kleine foutjes bij solosprongen, maar dat had niet zo'n grote betekenis. Verder was het een uitstekende kuur. De para-elementen die zaten er goed op, zowel de geworpen sprongen als de lifts, als de twistlifts. Met andere woorden, een prima optreden van dit Russische paar. Die al medailles gewonnen hebben op de EK. Vorig jaar, nee, 2 jaar geleden was dat tweede en daarvoor derde. Rusland heeft uiteraard 3 startbewijzen op de Spelen. Dus normaal gesproken zouden zij daar makkelijk zich voor moeten kwalificeren. Nominaties van het Russische team volgen deze week voor de 25e januari. Maar bij het paarrijden lijkt het allemaal koek en ei. Wachten is nog steeds op die beslissing bij de mannen wie ze daar gaan sturen. Ja, het had wel spannend kunnen zijn bij de paren op het moment dat Gavrikoutis Smirnov dit jaar in actie waren gekomen. Maar die waren geblesseerd. Geblesseerd. Hij was geblesseerd eigenlijk het hele seizoen. En natuurlijk te laat klaar voor de grote toernooien. We hebben ook geen Russische kampioenschappen gereden. Dus ik vrees einde verhaal voor dat paar. Even in de slow motion naar de drievoudige toon opkijken. Die was van haar op 2 voeten en kwam ruim een kwart draai tekort. Mooie geworpen sprong. Het was de flip. Daar de twistlift, ook een van hun goede elementen. De reverse lasso, de moeilijkste lift die er bestaat. Omdat je off-center staat bij het ingaan. Kortom, de para-elementen waren uitstekend. Je ziet daar ingetapte schaatsen bij haar. Dat doen heel veel rijders tegenwoordig. Zodat het maar niet losgaat. En zelfs als het een beetje losgaat, dan blijft het nog vastgeplakt. Zodat je maar geen onderbreking bij de kuur hoeft te ondergaan.